Ik ga nu drie dingen uitleggen. Resultaatskloof, probleemanalyse en een stukje over de stakeholders. Dit is bedoeld om jullie tijdens de gesprekken die jullie deze week met het bedrijf hebben, zo goed mogelijk en zo beslagend en eis mogelijk daar te laten zijn. Dus alles wat ik nu uitleg moet je steeds bedenken. Wat betekent dit nu voor mij bij het bedrijf? Ja? En de tools die ik je ga uitleggen zijn dus tools om zo snel mogelijk bij een bedrijf tot de kern van een probleem te komen. Daar gaat het steeds om. En we gebruiken daarvoor het boek van Mark Bai, de consultancy methode. Hij is een consultant bij voor mij komt hij van McKinsey, een van de grote drie consultancy, of de Boston Consultancy Group. En hij heeft een methode geschreven hoe die consultancy organisaties binnen een paar uur tot de kern van een probleem kunnen komen. En een typische uitdaging van zo'n consultancy traject is die complexiteit. En hier heb je een kausaal netwerk, wat ik hier laat zien, waarin allerlei problemen met elkaar verbonden zijn. En ergens gaan jullie rommelen in zo'n probleem van zo'n stakeholder. En die kan allemaal dingen vertellen. En jullie moeten zo snel mogelijk tot die kern zien te komen van zo'n stakeholder. En het is dus belangrijk om snel tot een volledige analyse te komen, de complexiteit in kaart te brengen, de percepties van die stakeholders in kaart te brengen. Dus wat vindt de stakeholder ergens van? Dus bijvoorbeeld je klant of iemand bij de gemeente of iemand bij de arena, wat vindt hij ervan? En wat is nou de onderliggende waarheid, de werkelijkheid? En ook belangrijk dat je zegt, ja, ik kan niet alles oplossen. Jullie kunnen in 8 weken als junior data scientist niet het hele probleem oplossen. Maar je kunt wel in kaart brengen waar je kunt scopen en limitaties kunt aanbrengen. Dus de eerste uitdaging vaak bij zo'n project is, waar is de complexiteit? Hoe complex is het allemaal? De tweede uitdaging is de time squeeze. Want ja, binnen 2 weken een plan van aanpak. Je hebt niet 8 weken om te onderzoeken wat het probleem is. Je hebt ongeveer 1,5 week. Dus er is ergens nog een issue met hoeveel tijd heb ik nou eigenlijk om het probleem te analyseren. Dus het is belangrijk om snel tot een volledig probleemanalyse te komen. En dat kun je het beste doen vanuit een soort van framework, een denkraamwerk om te komen tot zo'n probleemanalyse. En daarvoor is het handig om zo snel mogelijk in samenwerking met die klant hypotheses op te stellen. Ik verwacht dat dit van mijn business, ik verwacht dat het zo in elkaar steekt. Of ik verwacht dat de klant zo reageert op bepaalde dingen. Ja? Nou, hoe doen we dat? Met de 5W consultancy methode. En het gaat over de kans of het probleem. En aan de andere kant de oplossing. En wij focussen ons eigenlijk alleen, dit is typisch consultancy, dit gaan we niet behandelen. Maar dit is interessant voor jullie. Dit is een heel snelle denkmethode voor het oplossen, of voor het in kaart brengen van het probleem. Het probleem. Dat gaan we dus nu doen. En het eerste stap is definieer het probleem en waar is de resultaatskloof? Dus waar is de kloof tussen wat een klant zou willen en hoe de werkelijkheid is? De tweede stap is waar is de resultaatskloof? Dus waar bevindt die zich als het gaat om bijvoorbeeld omzet of winst of groei of bezettingsgraad? En de derde vraag is waarom is die kloof er nou? Ja? En dit is het kernmodel waarmee ik hoop dat jullie... Neem het dus nou eens uitgeprint mee tijdens de sessies met de klant, waarvan jullie gaan denken. Hoe zit dit in elkaar? Als volgt. Een klant heeft een soort van uitgangspositie. Ja, dus bijvoorbeeld, ik ben Arena en jarenlang hebben wij goed bezochte festivals gehad binnen de arena. We zijn de grootste in de markt, we hebben een aantrekkelijke locatie, et cetera, et cetera. En dat is hoe het er nu voor staat. Maar ik zie een ontwikkeling, want Gelredome is ook populair. Sterker nog, Gelredome groeit in populariteit. En we hebben de afgelopen tijd een aantal keer een groot concert aan de Gelredome verloren. En de gemeente Arnhem is bezig met het verbeteren van de vervoersmogelijkheden vanuit de Randstad naar de Gelredome en naar Arnhem. Ja, dus ontwikkelingen die je in de markt of in de omgeving van zo'n bedrijf ziet. Dus dit zijn, hoe staan we ervoor?
En het is, wat zie je nou in de externe of intern bij die klant als het gaat om, om ontwikkelingen, bedreigingen en kansen? En vervolgens heb je een soort van splitsing, namelijk het feitelijke resultaat. Als in deze mini-case de arena niks zou doen, waar zouden ze dan eindigen? Wat zou er dan gebeuren? Als we het project niet zouden uitvoeren, hoe staan we er dan voor de komende tijd? Gegeven die ontwikkelingen. En aan de andere kant hebben we het doelresultaat. Waar zouden we willen zijn? Wat is redelijk? Wat is de wens van de organisatie? Ja? Bijvoorbeeld, het feitelijke resultaat kan zijn dat Sensation, een van de belangrijkste onderdelen van de agendapunten van Amsterdam, nou, die willen we echt niet verliezen, maar als we niet binnen nu en de komende tijd iets gaan doen aan hoe de arena ervoor staat, ja, dan kan het best zijn dat dat soort grotere, verwachten we dat soort grote events allemaal naar het Gelderdoom gaan. Doelresultaat is, we willen toch die positie die we nu hebben, die leidende positie willen we behouden en willen absoluut de beste zijn in de markt. En de vraag is dus nu, hoe zorgen we ervoor dat we dus die kloof overbruggen? Dat we dus niet orders verliezen aan een concurrent. Ja, dus dit is het idee van het model. Dus je zit bij die klant en je gaat eerst vragen, hoe sta je ervoor? Waarom zitten we hier? En vervolgens vraag je, welke trends en ontwikkelingen zie je? En waarom doen we dit project? En wat als we dit project niet zouden doen? Wat als er niks zou gaan gebeuren bij jullie? Waar eindigen jullie dan? En wat betekent het dan voor jouw organisatie? En waar zou je heen willen? Hoe ziet jouw wereld eruit op het moment dat het project geslaagd is? Alles mee zou zitten. Waar wil je heen? En dan ga je het gat definiëren. Oké, dus dit is het gat waarvan jij hoopt dat wij het kunnen oplossen voor jullie. Ja? Je merkt al dat hier, je zou een heel interview kunnen houden met een stakeholder op basis van dit model. Ja? Nee? Oh, jawel. Oh ja, je schudt zo nee. Dus, en alles wat je hier ziet, kun je in data omzetten. Jullie zijn de data scientist, je kunt alles bedenken. Oké, welke data heb ik nodig om dit meetbaar te maken, om daadwerkelijk te testen of dit daadwerkelijk zo is? En dit punt is meer vraag van, oké, hoe ga je het oplossen? Dus hier ga je definiëren wat er aan de hand is, op basis van data, van hypotheses die je kunt toetsen. Dan moet je vervolgens tegen de klant zeggen, ja, maar ik heb deze data nodig om die hypotheses te toetsen. En hier ga je kijken, oké, kan ik dit voor je oplossen? Is dit het probleem waarvan jij wil dat ik het oplos? Want dan kun je natuurlijk nog scopen, dan kun je zeggen, oké, dit is het grote probleem waar je mee zit. En dit kleine stukje gaan wij nu aanpakken voor jullie. Ja, bijvoorbeeld, andere case, een bedrijf wil de kans onderzoeken in een bepaald land. We staan hier ervoor, dit zijn onze producten en diensten die we hebben. Dit zijn de activiteiten die we nu doen. We zien dat onze concurrenten en allerlei andere bedrijven steeds meer in een ander land actief worden. De ontwikkelingen, een land wordt aantrekkelijker. Als wij niet de mogelijkheden benutten om naar het andere land toe te gaan, met productie dan wel, met marktsegmenten. Hoe staan we er dan voor, qua omzet of qua personeel? En wat zijn onze ambities? Waar willen we eigenlijk toe? En de onderzoeksvraag is, hoe kunnen we gegeven waar we zijn, gegeven de ontwikkelingen, toch daar komen. Die kansen benutten. Nou, zo kun je dus een heel gesprek met een klant aan ophangen. De volgende vraag is natuurlijk, waar is de resultaatskloof? Als je zegt, dit is de resultaatskloof, dit is het verschil tussen waar je bent, waar je uitkomt en waar we heen willen, is de vraag, oké, hoe gaan we dat nou analyseren? Hoe gaan we nou met data kijken, waar zit het probleem? Ja, dus je kun je bijvoorbeeld een soort van piramide maken. Piramide, een missiepiramide, mutually exclusive, collectively exhaustive. Dus je gaat het opdelen van het probleem in brokjes. Nou, als het bijvoorbeeld gaat om een efficiëntieprobleem of over een winstprobleem, dan kun je zeggen, oké, het is een probleem is de winst, ligt het dan in de kosten of in de opbrengsten? En als het in de kosten ligt, of in de opbrengsten in dit geval, ligt het in de opbrengsten van de vaste klanten of van de fluctuerende klanten. Dus dan ga je steeds kijken waar de oorzaak van het probleem ligt. Door steeds meer in brokjes op te delen. Dus in het eerste deel van het gesprek met zo'n klant ben je bezig met het definiëren van het probleem. En vervolgens ga je aan die klant vragen, oké, maar hoe komt dat nou? En kun je een aantal redenen noemen waardoor je denkt dat hier het probleem zit. En dan ga je steeds meer in kleine brokjes opbreken en steeds meer diepere vragen stellen. Ligt het in de winst of in de verlies of ligt het in de kosten?
Of ligt het in de bezettingsgraad? Of ligt het, noem het aantal onderdelen? En dan ga je steeds dieper erop inzoomen, zodat je bij de kern van het probleem komt. In dit geval is een voorbeeld de winstdaling. Dat ligt niet aan de kosten, die blijven gelijk. Dat ligt aan de opbrengsten. Ik heb hier een aantal type opbrengsten, namelijk een winkelopbrengst, restaurant en contributies. Die zijn achteruit gegaan. Zo kun je steeds dieper zoomen op waar de kern van het probleem ligt. Dit is een methode. Waar zitten we? Welke data zitten eronder? En vervolgens, als je die data hebt, kan ik de hypothese erover formuleren. Dan gaat Nanda jullie volgende week in trainen. Dus welke verwachtingen heb ik van mijn business? En welke toetsen kan ik dan doen op basis van echte data? En op die manier vrij goed en diep en snel het PVA gaan maken. Het belangrijkste ook is, waarom is er een kloof? En het gaat dus niet om, in dit geval, dat moet je goed doorhebben, dat je zegt, het gaat niet om de algemene problemen, het gaat ook, waar zit de kern van het probleem? In dit geval, het gaat niet om het gemiddelde, hoe diep de vijver is, het gaat om het diepste punt van de vijver. En deze auto kan er niet doorheen rijden, maar ja, gemiddeld zou het wel kunnen. Dus de vraag is, waar zit het echte probleem? En ja, of als je maar heel snel eroverheen rijdt, zou misschien ook net kunnen. Probeer uit te vinden waar de klant het meeste pijn heeft. Als je definieert het probleem aan de hand van het resultaat slooft, dan gaat het steeds dieper inzoomen op waar de echte pijn zit. En dan ga je daar dat als kern nemen in jouw in de uitkomst. Van dit gaan we oplossen voor je. Ja? Ik ga eventjes verder. Vragen hierover, dit model. Nee? Dit is dus een model waarvan ik hoop dat jullie het gelijk gaan gebruiken in eerste gesprekken met de klant al. Dus neem het mee, print het uit, schrijf het bij. Wat ik altijd adviseer aan studentengroepen als ze naar de klant toe gaan is dat één iemand het model voor zich heeft liggen, iemand anders doet het gesprek en degene die het model voor zich heeft liggen, gaat gelijk bijschrijven. Of desnoods digitaal bijschrijven. Dat je gelijk al het hele conceptuele model van hoe het met die klant gaat voor je hebt. Ja, dus verdeel die rollen in je team als je bij zo'n klant zit. Tweede ding. De probleemanalyse. Een paar belangrijke quotes. Gegeven de... Het zijn niet mijn teksten, het zijn die van een aantal filosofen en intelligente mensen. Wie het probleem definieert, definieert ook de oplossing. En dat is heel vaak zo. Als jij in je resultaatskloof komt met het probleem ligt in de stuurmechanismes, dan lever je waarschijnlijk als antwoord stuurmechanismes op. Dit zijn de stuurmechanismes die wel werken in jouw systeem. Ja, dus als je een probleem definieert, is het antwoord op dat probleem, is die oplossing al. En dat heeft dus heel erg gekaderd te maken met... geeft heel erg een kader voor de oplossing al. Dus probeer goed met de klant te sparren over... Is dit nou echt je probleem? Als ik deze vraag oplost, heb je dan echt een oplossing voor jouw probleem. Voordat je een betere oplossing gaat vinden, ga eerst een beter probleem vinden. Een scherpere probleemdefinitie. En de mooiste eigenlijk vind ik deze van Einstein... die ooit gezegd heeft, als ik 60 minuten heb om een probleem op te lossen, dan ga ik 55 minuten gebruiken voor het definiëren van het probleem. Dan heb ik in 5 minuten daadwerkelijk opgelost. Ja, dus probeer de komende weken, die 2 weken dat je bezig bent met het PVA, met het definiëren van het probleem, echt goed veel tijd te besteden aan oorzaken, causaliteiten en probleemoplossing. En wat je zult merken tijdens zo'n gesprek met zo'n klant, is dat hij over allerlei dingen gaat praten. Over dingen die dicht bij de organisatie zijn, of dingen die ver weg zijn. Het kan met de klant te maken hebben, en we hebben interne problemen, we hebben externe problemen, we hebben contracten en dergelijke. En ontrafel die kluwen. Dus het is vaak een kluwe van informatie die je over je heen krijgt. En die kluwe moet je ontrafelen. Dus naast dat er iemand bezig is met die problemen resultaatsloop in te vullen, is het ook handig om iemand met een A4'tje een soort van schets te maken van de dingen die de klant genoemd heeft, om de causaliteiten tussen die problemen in kaart te brengen. Bijvoorbeeld, als ik naar dagelijks hoofdpijn heb,
En ik ga naar de dokter en ik zeg, joh, dokter, ik heb last van hoofdpijn. En die dokter zegt, nee, neem een paracetamolletje. Dat is de oplossing. Dan is dat niet hoe mijn probleem in elkaar steekt. En als ik dan, als de dokter verder vraagt, en hoe gaat het met je? Nou, ik slaap slecht, want ik heb 2 kinderen die iedere nacht 7 keer wakker zijn. Dan is misschien niet de oplossing voor mij om een paracetamolletje te nemen, maar om eens een keer een hotel te boeken en niet thuis te slapen. Of misschien de kinderen een paracetamolletje te geven of een slaappilletje. Kortom, ontrafel de kluwen en ga in gesprek met die klant over wat speelt er allemaal. En probeer lijnen te trekken tussen wat er speelt. En dan heb je een aantal type actoren in. Je hebt bijvoorbeeld passieve en actieve actoren. Je hebt probleemhebbers, dus die voelen de problemen, die ervaren de problemen. En je hebt, die hebben misschien niet altijd lang de oplossing. Je hebt ook probleemveroorzakers. Ik heb een probleem als ik dagenlang, als ik hoofdpijn heb, dat ik dagenlang niet goed slaap. Mijn kinderen zijn de veroorzakers daarvan, maar je hebt zelf niet zo groot, misschien niet zo'n groot probleem. Ja, dus probeer te kijken naar wat zijn nou typische stakeholders in die problemen veroorzaken en die problemen voelen. En als je dat in kaart brengt, dan krijg je een groot speelveld. Aan deze kant krijg je probleemvoelers. De partijen binnen de klant en de omgeving van de klant die een probleem voelen. Bijvoorbeeld, weer naar de Arena case. De directie van de Arena en de medewerkers van de Arena ervaren het probleem dat er minder klanten komen. Of dat er minder festivals zijn. Dat zijn direct ervaren problemen. Maar daarachter liggen natuurlijk een hele causale verbanden met allerlei andere problemen. Of de klant zelf ervaart misschien helemaal niet gewoon een probleem dat hij naar het Gelderdoom moet in plaats van naar de Arena. Misschien vind je het wel fijner. Of de organisatie van een groot event ervaart misschien helemaal niet een probleem dat ze naar het Gelderdoom gaan in plaats van naar de Arena. Die vindt het misschien wel prima. Dus die veroorzaakt misschien wel een probleem, of is misschien de kern van het probleem, maar is niet de voeder van het probleem. Dus je hebt partijen die wel en geen belang hebben bij de oplossing. En bij een gemeente, die doen allerlei dingen voor de mensen in de stad die er wonen. Voor de bezoekers en voor de mensen die er wonen en mensen die er werken. En die veroorzaken misschien problemen voor zo'n gemeente. Als het gaat om schone lucht of als het gaat om afval en dergelijke. Die zijn wel veroorzakers, maar die zijn niet altijd belanghebbers. Probeer ook in de gesprekken met je klant te onderscheiden wie is een belanghebber en wie is een veroorzaker van een probleem. En probeer daar een soort van causaal model van te maken. En dit is een model waar mijn studenten een aantal jaren geleden over de fruitsector aan gewerkt hebben. Het is een heel groot uitgebreid model. En dit is nog een groter model. Dit is mijn eigen afstudeerscriptie bij Tetra Pak. Dat ziet er dan helemaal zo uit. Een gigantisch model. Maar dit is een praatplaatje dat ik neergelegd heb bij het MT van dat bedrijf. En gezegd heb, jongens, dit zijn de kernproblemen, dit zijn de omliggende problemen. En ik kan niet alles voor jullie oplossen. En als je dan aangeeft waar volgens jou de kern zit in relatie met die resultaatskloof. En vervolgens zegt, dit zijn de problemen die haalbaar opgelost kunnen worden. Dan kun je met zo'n MT of met zo'n klant heel scherp definiëren waar jouw project over gaat. Ja? Dus probeer naast die resultaatskloof op basis van de informatie die je klant geeft, een schema te maken met de dingen die genoemd zijn van probleemhebbers, degene die de problemen ervaren, de oorzaken, de directe problemen. Hier de directe problemen, hier de onderliggende oorzaken en degene die de problemen veroorzaken. Zodat je vanuit dat speelveld kunt zeggen, nou, aan deze data heb ik nodig en deze mensen kan ik een probleem voor oplossen. Zijn jullie er nog? Ja? Of even koffie nodig? Ja? We gaan dit even na de pauze doen. Maar eerst even een kopje koffie.